Start. Hallo mensen, vandaag gaan we het hebben over een van de grootste en bekendste legendes genaamd Cartoon Cat. Cartoon Cat is een vijandige cryptide en een stedelijke legende gecreëerd door kunstenaar Trevor Henderson. Hij is een gigantisch katachtig wezen dat lijkt op een cartoon kat uit de jaren 30. Vandaar zijn naam. Vandaag brengen we je een van de engste urban legendes. Cartoon Cat. Zijn substantiële omvang en cartoonachtige kenmerken zien er misschien zenuwslopend uit. Maar niets op de foto's bewijst dat het enige sinistere eigenschappen heeft. Er is echt één groot verschil tussen een vriendelijk ogende cartoonkat op tv en deze vriendelijke ogende cartoonkat in het echte leven. Cat en Cat zijn naam in de tv-show is Fat Cat. Dat betekent dikke kat. Dus ik denk dat de reden waarom de Cartoon Cat tot leven kwam, is dat hij boos is op de naam in de serie. Er zijn verschillende verhalen over Cartoon Cat en laat ik er één vertellen. Dit verhaal komt van het YouTube-kanaal The Rubber. Een klein clubje met een YouTube-kanaal besloten naar een verlaten winkelcentrum te gaan. John was de cameraman. Hij had zwart haar en een bruine huid. Dan had je Lucas. Lucas was de grappigste van de groep. En als laatste heb je Eva. Eva is het enige meisje van de groep. Ze waren op vrijdag de 13e gegaan om het spannend te maken. En voor de views. Het winkelcentrum was vrij leeg en bijna elke winkel was afgesloten met hout. Toen ze in het midden van het winkelcentrum waren, zagen ze een grote fontein. De fontein zat vol met afval. Ze hadden geen idee hoe het daar gekomen is, maar dat maakte niet voor uit. Opeens hoorden ze een liedje. Het klonk een beetje als een oud lied uit een cartoon. Voor alle duidelijkheid, wij spelen die muziek niet af, zei John in de camera. Het werd harder en harder. Toen zagen ze een snoepwinkel. Ze besloten naar binnen te gaan. Ze kregen de deur niet open, dus moesten ze door het glas breken. Het was eerst de beurt aan John. Maar hij zei dat hij niet tegen harde geluiden kon. Dus was de opdracht aan Lucas. Lucas gooide de baksteen zo hard dat je het kon horen door het hele winkelcentrum. Ze klommen naar binnen en zagen een muis. Hij was plat en leek een beetje op een cartoon, zei Lucas. Hij vertelde dat hij uit een oude televisieserie komt die zijn opa keek toen hij klein was. Lucas zei ook dat de muis Brocco heet. Het leek heel erg op speelgoed, maar het reageerde op de omgeving. Opeens kwam er iets zwarts tevoorschijn en toen zagen ze het. Een cartoon hand was Brocco aan het achtervolgen.
De hand greep Brukko en trok hem langzaam weer terug. Ze besloten weg te gaan uit deze plek. Eva was de eerste die uit de winkel kwam en was ook de eerste die zag wat hun achterna zat. Een grote cartoonket hield Brukko vast en deed hem langzaam in zijn mond. Brukko lag op zijn tong en het kauwen begon. Eva moest bijna gillen, maar ze kon het nog inhouden. Ze besloten weg te rennen. Maar cartoonket draaide zijn hoofd om en daarna zijn lichaam. Opeens kwamen er vier armen bij. Al de zes armen pakten de benen van Eva, John en Lucas vast. En trokken ze terug. Lucas trapte op de armen die Eva vasthield en riep: "Ren, kijk niet achter je!" Elke dag heeft Eva nog nachtmerries van de cartoonkat en wat er is gebeurd. Alsof de cartoonkat altijd bij haar is. Dit was de video. Ik hoop dat jullie bang zijn geworden. Heb jij nog wat ideetjes voor een video? Stuur ze naar jackrowell@gmail.com. En misschien wordt jouw idee wel uitgevoerd.